Goedemorgen allen en van harte welkom bij deze Tsjerkentjenst op 24 mei 2020. Rechtstreeks werd vanuit de verbindingstjerken in de Westerrein. Het is de elfde keer al, zat je weten, vorige week hier we noemen het zien, in deze bijzondere tijd. En we verzwaren je nog graag deze tjensten voor jou. En noffelijk en fijn ook dat je er weer bij bent. Via het televisiekanaal, kanaal 20 van Kabel Noord, onze social media's op YouTube en Facebook. Maar ook via de radio, heel noffelijk dat je daar met ons mee harkje in deze tjenst. Deze tjenst wordt voorgegeven door Aart Langevoort. Hij zit hier in de Philadelphia gemeente in de Westerrein. En de muzikale begeleiding is van Philadelphia Worship. Daar ben ik tier geweest dat zij er vanmorgen bij binnen. De collecte gaat ik deze week nog naar het goede doel, wat we de andere twee weken al kozen hebben. Dat is Beautiful Gate en Good News South Africa. Voor de tjenst hij daar al van alles hoe zien kent. En ik verderop in deze tjenst letten we jou zien wat deze mensen eigenlijk doen met de gaven die jou jouwen tijdens de collecte. Wij gaan beginnen aan deze tjerkentjenst. We beginnen dan met muziek van de band die dus de muzikale begeleiding doet. Ze beginnen met opwekking 608. Wij wensen jou een heerlijke, noffelijke, maar vooral gezegende tjensta. Yeah.
Ja, een prachtig lied waar we deze morgen mee mochten beginnen. En ja, Heer, ik geloof. En daarom zijn we samengekomen deze morgen. Heel hartelijk welkom ook u allemaal thuis in deze dienst die we met elkaar mogen hebben. We zien eruit met elkaar een goed uur te mogen hebben waarin we God centraal willen stellen. We hebben gezongen over de hoop die Hij ons geeft. Hij is de rots van ons bestaan. En daar willen we ook over nadenken met elkaar. Er zullen de liederen over gaan. En ik hoop dat u ook thuis met ons mee wilt zingen. Dat u mee wilt leven. En dat u ja ook mee zingt thuis. Want al zijn we niet hier in een kerk met elkaar verbonden. We mogen zo verbonden zijn ook met elkaar door de televisie. En we zien uit naar een goede dienst. Ik wil volgaan in gebed en dit samen zijn ook aan de Heer opdragen. Vader, ik wil u bedanken, Heer, voor deze morgen dat we samen mogen komen in uw naam. Dank u wel, Heer, dat we samen mogen zingen. Dat we samen naar uw woord mogen luisteren. Heer, ik wil u bidden, wilt u op dit moment alle dagelijkse beslommeringen, dat we even opzij mogen zetten. En dat we ons volledig mogen richten op u, de levende en waarachtige God. Heer, ik wil bidden, Heer, voor een ieder die kijkt. Wilt u ons datgene deze morgen geven wat we nodig hebben? Wilt u komen met uw kracht? Wilt u komen met uw liefde? Heer, wilt u komen, Heer, wanneer er pijn is of verdriet, met uw troost? Heer, zo leggen we dit samen zijn in uw handen. Leid ons maar door uw Heilige Geest in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Ik wens u een hele fijne dienst toe. En we gaan nu verder met enkele liederen te zingen met elkaar. God groter kunnen maken met zoveel mensen. We willen hem deze ochtend groot maken. We willen de naam van Jezus prijzen. We willen ons richten op hem, dat onze ziel, geest en lichaam gericht is op onze eeuwige Vader. En we willen dat doen met een aantal mooie liederen. En ik wil graag Psalm 100 voorlezen. Er staat: kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. Breng hem hulde, prijs zijn naam. De Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig. Zijn trouw is van generatie op generatie. Zo willen we onze God prijzen deze ochtend.
Aan de liefde van Jezus. Zijn gunstbewijzen houden nooit op. Zijn zegen houdt nooit op. Er is een bron van zegen in onze God. Zijn zegen is nieuw elke morgen. Is nieuw elke morgen. Groot is uw trouw, onze God.
In de voorbereiding van deze dienst werd ik bepaald bij een prachtige tekst, maar ook een hele intense tekst. Een Bijbeltekst dat iets van je vraagt. In deze tijd van crisis, van pandemie, van besmettelijke ziekte, in deze tijd van angst, van zorgen, mag ik deze tekst deze ochtend lezen. En God zegt in die tijd, als mijn volk zich vernedert en bidt, mij weer zoekt, dat is hongert naar mij, hunkert naar mijn aanwezigheid en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal ik vanuit de hemel luisteren. Dan zal ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonde vergeven en het land weer gezond maken. Ik zal aandachtig luisteren naar elk gebed dat wordt uitgesproken. Uit 2 Kronieken 7. En ik denk dat nu de tijd is dat we ons mogen vernederen. Dat we mogen bidden tot onze God. Misschien is het al heel lang geleden dat je echt hebt gebeden tot God. Maar nu is de tijd. Want we zijn in pijn, we zijn in zorgen, we zijn in crisis. En God zegt, als je tot mij komt en jezelf vernedert en tot mij bidt en breekt met je zonde, dan zal ik komen en ik zal je genezen, ik zal je vergeven. En het volgende lied willen we ook deze tekst uitzingen, als mijn volk zich vernedert voor mij. En in dit nummer zal ook een stuk zijn dat alleen de instrumenten te horen zijn. Ik wil je uitnodigen om op dat moment ook je knieën te buigen. Of rustig te gaan zitten en te gaan bidden tot de levende God. Omdat Hij degene is die onze bron is. De bron van zegen. De bron van leven. De bron van eeuwige redding. Zullen we dat samen doen? Als mijn volk zich vernedert voor mij, vernedert voor mij en bidt. Als mijn volk zich verkeert van zijn weg en roept naar mijn aangezicht, zal ik hem verhogen en genade. En een land genezen van alle pijn. Herstel ons land, Heer, herstel ons land. Hoor ons aan en reik ons tot U. Want verlossen van
zo willen we samen met onze Vader zeggen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 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 We willen deze morgen ook samen met u uit het woord gaan lezen, uit de Bijbel. En ik wil dat met u vanmorgen doen uit Richteren hoofdstuk 15, de versen 18 en 19. En daarna zal ik een gedeelte lezen uit Johannes 14, vers 18. En als thema voor deze morgen heb ik gekozen leven vanuit de bron. En ik begin met Richteren hoofdstuk 15, vers 18 en 19. En dan staat daar, maar toen hij, en hij, dat is Simson, hevige dorst kreeg, riep hij tot de Heere. En hij zei, u hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Zou ik dan nu van de dorst moeten sterven en in de hand van deze onbesnedene vallen? Toen kloofde God de holte die er in Lechi is en er kwam water uit. En hij dronk en daarop kwam zijn geest weer terug en leefde hij op. Daarom gaf hij hem de naam Bron van de Roepende, die tot op deze dag in Lechi is. Het tweede gedeelte wat ik met u wil lezen, Johannes 14 vers 18, waar Jezus zelf zegt, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Richteren hoofdstuk 15. Alles behalve een polijst verhaal. Met een zeer ongepolijste en imponerende, ruige en sterke man, Simson. Die in stervensnood is. Die het eigenlijk naar God uitroept van Heer, help. U heeft grote dingen gedaan en is dit nu het einde? En als we thuis nog eens het hele hoofdstuk gaan lezen, dan zien we eigenlijk een heel bijzonder verhaal. Eigenlijk een heel ruig verhaal. En als je het zou verfilmen, dan heb je een hele spannende film. In Richteren hoofdstuk 15, daar lezen we over een grote overwinning van Simson op de Filistijnen. Maar daarvoor is er het een en ander voorgevallen. En Simson wordt door zijn eigen mannen, de mannen van Juda, wordt hij gevangen genomen. En ze willen hem uitleveren aan de Filistijnen. Ze zijn boos op Simson voor wat hij heeft aangericht met de Filistijnen. Met wie ze altijd in oorlog leven. En Simson, hij wordt vastgebonden. Heel specifiek staat er, hij wordt vastgebonden met nieuwe touwen. En 3000 mannen van het volk van Juda komen naar die ene man toe, naar Simson toe, om hem uit te leveren aan de Filistijnen. En deze geweldige krachtpatser, deze je zou kunnen zeggen Terminator in de Bijbel, die laat zich binden en die laat zich meenemen naar de Filistijnen. Hij geeft zich volledig over. Vreemd, want dat had zo'n sterke man toch wel kunnen verhinderen. Maar hij gaat gedwee mee. Als een lam naar de slachtbank laat hij zich meevoeren door die 3000 mannen van Juda naar de Filistijnen. En de Filistijnen die juichen en ze denken, wauw, we hebben deze krachtige man. Hij wordt aan ons overgeleverd. Hij is gebonden en we hebben hem. En nu kunnen we hem doden. Nu komt er een einde aan die sterke man van Juda. Maar alles behalve dat. Want de Filistijnen, ze juichen te vroeg.
En als op dat moment dat ze hem uitleveren aan de Filistijnen, de kracht van God, de geest van God komt over Samson, zoals de Bijbel dat zo mooi beschrijft, dan knappen de nieuwe touwen als brandende vlasdraden van zijn pols. De ketenen van Samson die vallen af. En dan staat er, hij pakt een ezelskaak en hij verslaat 1000 man van de Filistijnen. Hij, die door het volk zelf werd verraden. Hij, die toch weer de overwinning pakt. Hij, die door de geest van God de kracht krijgt om ook later nog 20 jaar het volk te richten. Ik moet denken aan een geschiedenis in de Bijbel, die er heel veel hierop lijkt. Daar ginds, op die heuvel in Golgotha. Daar waar Jezus zijn leven voor u en mij heeft gegeven. Jezus die alleen maar goed had gedaan. Die mensen had gered, die mensen had bevrijd. Die mensen had genezen. Die mensen over de liefde van God de Vader had verteld. Die Jezus werd ook verraden door één van zijn eigen mannen. Ook Jezus, hij liet zich meenemen. Hij liet zich gevangen nemen als een lam naar de slachtbank. Hij liet zich honen. Hij liet zich bespotten. Hij liet zich zelfs kruisigen aan een kruis. En ging de onderste weg. Ook hij laat zich zwak en weerloos lijden. Ook over hem, ook over Jezus, juicht de vijand als voorgoed verslagen. Hij ligt zelfs al gekneld in de banden van de dood. Maar ook daar werd te vroeg gejuicht. Want Jezus, hij toont door zijn opstanding een verrassende en nieuwe manier van de kracht van God. Ook hij werpt alle banden van zich af, de banden van de dood. Ook hij zegeviert over alle vijanden. Ook hij regeert en verslaat de vijand die zonde heet, die boze heet, die de dood heet. Ze blijken door hem verslagen wanneer hij opstaat uit het graf. En op dat opzicht zien we zo de parallel van Samson en Jezus. Een prachtige parallel in het Oude Testament, wat opnieuw weer verwijst naar de kracht van Jezus in het Nieuwe Testament. En na die geweldige overwinning van Samson staat er maar toen. Toen gebeurde iets. Samson had die overwinning behaald. Hij was daar alleen. Hij was misschien nog aan het zegevieren. Maar een geweldige dorst overmande Samson. En dan staat daar in de droogte, in de dorst, roept hij het uit naar God om niet te sterven van de dorst. In alle afhankelijkheid roept hij het uit. Afhankelijk van water. Afhankelijk van God. En hieruit blijkt hoe afhankelijk wij ook mensen zijn. Midden in een crisis, midden in tijden van pijn, midden in tijden van nood, kunnen we maar één iemand aanroepen. En mogen wij het heel ongepolijst gewoon roepen naar God. Heer, help! Ik kan het niet alleen. En nee, wij kunnen het niet alleen. We hebben de kracht van God nodig. We hebben het levend water nodig. Water, onze eerste levensbehoefte. Water dat zorgt voor groei. Water waar we nu onze tuinen, het land mee moeten begieten. Om straks weer ons voedsel te kunnen oogsten. Water om de planten te laten groeien. Water wat wij ook nodig hebben om niet dood te gaan, om te sterven van de droogte. Water geeft leven. Water lest de dorst.
Misschien dat u nu uitgerekend in de tijd waarin we leven, waarin we ons moe voelen, waarin we somber zijn, waarin we ons slap voelen, waarin we misschien in de put zitten in onze nood, ploeterend voortgaan, ons proberen zelf naar boven te krabbelen, ons zoekende naar allerlei pepmiddeltjes, misschien tussen gelaste vakanties of vrije dagen, onszelf te helpen. Maar niets helpt. Dan is het misschien goed om te volgen wat Simson deed toen hij in die nood kwam. Toen hij die hevige dorst kreeg. En hij riep tot de Heere. Hij riep niet zomaar tot de Heere. Hij was in stervensnood. En hij riep het uit tot God. Misschien niet een of ander mooi gebedje. Van Vader in de hemel, wilt u, zout u. Zoals we vaak misschien heel mooi kunnen bidden. Maar we mogen ook gewoon soms het uitschreeuwen in onze nood. Toegeven dat we het van onszelf niet kunnen. Maar dat we God nodig hebben en de kracht van zijn geest. Jezus, hij had de dood overwonnen. Hij was opgestaan. Maar Jezus, hij zegt dan ook tegen zijn discipelen dat hij teruggaat naar de Vader. En dat hebben we net ook met hemelvaart mogen gedenken. En voor de discipelen best allemaal teleurstellend. Want ze dachten, ja, Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft alle banden van de dood verslagen. Hij heeft ons overwinning gegeven. En nu gaat hij van ons weg. Maar Jezus had hem beloofd. Ik zal u niet als wezen achterlaten. En zoals God Simson tegemoet kwam en door een rots die hij liet splijten, water liet stromen, zo komt God ook ons nu in deze tijd tegemoet. Door de kracht van de Heilige Geest. Door het levend water te geven uit de hemel. Er gebeurde een geweldig wonder. Toen Simson het uitriep. Dat God de rots, er staat, kloofde. En kloven, dat is splijten. En dat water uit die rots kwam. En dat wij mogen weten. Jezus, hij is onze rots. Maar zijn lichaam is voor ons verbroken. Om ons nieuw leven te geven. Om ons het levend water te geven. En Jezus is opgegaan naar de hemel. Om ons niet als wezen achter te laten. Maar zodat God ons een nieuwe bron kon geven. Omdat we opnieuw konden gaan leven vanuit de bron. De bron. Waterbronnen van kracht. Waterbronnen van heil. Waterbronnen die dwars door de rotsen van ons bestaan heen kunnen komen. De Bijbel zegt, en zie, ik zend de belofte van de Vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult gaan worden. Dat is de liefde van God. Wanneer wij in die nood zitten, wanneer we in die pijn zitten, wanneer wij het leven niet meer zien zitten, dat God uitkomst wil geven, dat hij ons kracht wil geven, dat hij ons troost wil geven vanuit die bron, de bron van Gods geest, die niet ergens ver weg is, maar die God uit wil gieten als levend water in ons binnenste. En dan staat er in de Bijbel, ze werden bekleed, de discipelen werden op dat bekleed met kracht. In het Griek staat er enduo, wat betekent omhuld, omringd, omsingeld met de kracht van God. En dit was geen uiterlijke kracht, maar dat was een innerlijke kracht van God zelf. Wij kunnen ons heel mooi bekleden. We kunnen een keurig jasje aandoen. We kunnen een toga aandoen. We kunnen een koninklijke mantel aandoen. Een priesterlijk gewaad aandoen. Maar het zegt allemaal niets over ons innerlijk.
over ons binnenste. Veel mensen doen dingen vanuit een uiterlijk vertoon van kracht. Ze schreeuwen, brutaal taalgebruik, lef tonen in situaties. Maar je kan je afvragen, wat is dan nog de innerlijke kracht? Waarop zijn al deze uitingen van mensen gebaseerd? Op frustratie, op oude pijn, op machteloosheid. Iemand bekleed met de Heilige Geest heeft één ding nodig. Het woord van God en de kracht van God. Dat is innerlijke kracht. Dat is leven door de Geest. Leven door de kracht van de Geest die Hij ons heeft beloofd, die Hij ons heeft gegeven en waar we ons naar uit mogen strekken. Alleen het woord is dood, zegt de Bijbel, maar de Geest maakt levend. Maar alleen de Geest zonder het woord geeft verkeerde uitspattingen. En dat moet ook niet. Want alles wat wij doen moet getoetst worden en mag getoetst worden aan het woord van God. De Heilige Geest is een bron van God. En door die bron kunnen we verbonden zijn met God. Ik hou heel erg van tuinieren en Trudy en ik, mijn vrouw, wij mogen graag in de tuin werken. En door al die droogte moet je vaak sproeien. En we hebben een buitenkraan en daar maak je de slang aan vast en je draait de kraan open. En dan heb je zo'n mooie sproeier tegenwoordig met allerlei standen in een broes en een harde straal. En dan kies je een stand. Maar wat je dan moet doen, voordat die bron gaat stromen, moet je toch even de knop indrukken. Wanneer het water komt en je laat het water stromen. God heeft ons een bron gegeven. God heeft ons een krachtbron gegeven. Hij heeft ons een bron van troost gegeven. Een bron van liefde gegeven. Maar wil ik mijn hart openstellen? Dat God door mij heen kan werken. Dat die bron in mij werkzaam kan worden. Het is niet alleen een bron van kracht, maar ook een bron van troost, rust en vrede. Een bron is een punt waar iets begint, waar iets ontspringt. En wij, u en ik, wij mogen leven door en vanuit die bron die God ons heeft gegeven. Juist in deze tijd. Waarin we misschien leven in nood, in angst, in pijn, in teleurstelling. Mogen we bidden dat God de hemel opent. En die heeft Hij geopend. Ook voor u, ook voor mij. En dat Hij het levend water van zijn Geest in en door ons wil laten stromen. Het doel van God is om niet angstig te zijn, maar om verder te gaan met elkaar door dit leven heen. Om ook elkaars levensbron te zijn. Dat we elkaar mogen bemoedigen. Dat we elkaar mogen bekrachtigen. Door het woord van God. Door een gebed heen. Door misschien gewoon een arm om iemand heen te leggen. En vertellen over de liefde van God. Vanuit die bron mogen wij leven, mogen wij handelen en mogen wij doeltreffend zijn. Is het misschien voor Anton allemaal heel ver weg? Is het misschien allemaal heel spannend om je hart open te stellen voor de werking van God en zijn Geest? Dan wil ik u deze morgen uitdagen. Om net als Simson uit te roepen en toe te geven. Lieve Heer, ik kan het niet alleen. Ik heb u zo nodig. Ik heb dorst. Ik heb pijn. Ik heb verdriet. Het lukt mij niet. Wilt u mij helpen? En in de Bijbel zie ik iedere keer opnieuw dat God een bidder nooit laat staan.
Dat God, wanneer wij hem aanroepen, wil komen met zijn liefde, met zijn vrede, met zijn rust en met zijn kracht. Die een wereldse kracht, een wereldse vrede te boven gaat. Durf ik mij open te stellen en zeg, Heer, laat die bron maar stromen. In mij en door mij. Omdat ik het leven wat u heeft gegeven van mij mag ontvangen. Durf jij, durf u zich aan te sluiten op die bron. Door je handen te vouwen. En te zeggen, Heer, ik verlang naar meer van u. Ik verlang naar de kracht van u. Ik verlang naar de troost van u. Ik verlang naar de vrede van u. De Bijbel zegt, wees vurig van geest. Eigenlijk staat er, laat uw enthousiasme niet bekoelen. Maar laat u het elke keer opnieuw aanvuren door de bron, door de geest die God ons heeft gegeven. En weet u, al datgene wat wij van God hebben ontvangen, mogen wij ook weer doorgeven. Het is prachtig om te zeggen, oh heerlijk, ik heb de troost, ik heb de vrede van God ontvangen. Nou, genieten zeg, oh wat mooi, oh wat fijn. Nee. Maar datgene wat wij hebben ontvangen, wat in ons leeft, dat mogen we doorgeven. Dan mogen we zeggen, ik heb een bron gevonden waarin hoop, waarin liefde, waarin weer kracht is. En Jesaja 58, vers 11, waar ik mee wil eindigen, die zegt dat zo mooi. En dan staat daar, en de Heere zelf zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen en uw beenderen kracht geven. En wat er dan staat is zo mooi. Dan staat er, u zult zijn als een bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. Gods geest, de bron van leven. Hij heeft ons niet als wezen achtergelaten. Maar stromen van levend water mogen in ons binnenste gaan komen. En als we dat hebben ontvangen, wil God ons opnieuw ook vullen met zijn Heilige Geest om het door te geven aan anderen. Om voor anderen een bron te zijn. Om voor anderen tot zegen te zijn. Om ook voor anderen een hoop te geven. Een hoop die ook in jou en mijn leven is gekomen. En dat is de Heere Jezus Christus. We gaan samen bidden. We gaan nu samen naar de bron toe. En ik wil voor u gaan bidden dat u ook wat liefde, wat kracht uit die bron van God mag gaan ontvangen. Niet straks, niet over een week, niet morgen, nee nu, vandaag. Wil God die rots splijten en wilt u ook in uw leven komen met de kracht van zijn geest, met de kracht van zijn liefde. Omdat u hoop zult krijgen, dat u troost zult vinden. Die misschien op dit moment onmogelijk lijkt. Maar door God zijn alle dingen mogelijk. Mag ik voor u bidden? En laten we samen de ogen sluiten. Trouwe Vader in de hemel. We willen op dit moment, willen we tot u komen. Gewoon zoals we zijn. Misschien willen we komen gewoon zoals een Simpson. Ruw, ongepolijst. Niet met mooie woorden. Maar gewoon zeggende tegen u. Heer, help. Heer, ik heb het verknald. Heer, ik heb er een puinhoop van gemaakt in mijn leven. Heer, ik heb zoveel geprobeerd. In eigen kracht. Maar het lukt me niet. Heer, kijk naar mijn pijn. Heer, kijk naar mijn verdriet. Heer, ik weet het allemaal niet meer. Hoe het moet. Nu ik geen baan meer heb. Nu het financieel zo moeilijk gaat. Heer, help mij. Misschien is dit uw gebed.
En dan wil ik bidden, Vader in de hemel. Wilt u op dit moment, heren, komen in het leven van mijn broers en zussen? Wilt u komen, heren, in het leven van de mensen die op dit moment meekijken, meeluisteren, hun hulp geroep, misschien hun geschreeuw, naar u hebben opgezonden? Heren, wil ik bidden, wilt u komen, heren, ook met een bron, zoals u Simpson een bron gaf van water en hij niet omkwam. Heer, wilt u komen, heer, met de kracht van uw Heilige Geest, heren, in de harten van de mensen die tot u roepen. Niet morgen, niet overmorgen of volgende week. Maar heer, wilt u op dit moment komen met uw kracht. Wilt u de hemel openen en wilt u uzelf betonen met uw liefde, met uw rust en met uw vrede. Heer, ik wil bidden voor de mensen die ziek zijn, die het moeilijk hebben. Heer, wilt u ze helpen? Wilt u ze laten ervaren met een diepe vrede in hun hart dat u aanwezig bent op dit moment? Heer, doe uw werk. Doe uw werk. Heer, laat ons aangesloten zijn op de bron van u. Heer, laat het stromen. Laat het stromen. Laat het stromen, Heer, in ons. Opdat wij ook een bron van leven mogen zijn voor de mensen om ons heen. Amen. Amen. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles wat u van mij verlangt. O God, zegen mij. Tegen zijn. Vader, maak ons.
zijn wij zegenen nabij. Van uw liefde nemend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. Met een hart vol vrede zijn wij zegenen nabij. Van uw liefde nemend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. We mogen tot een bron van zegen zijn, wat we met elkaar hebben gehoord en wat we net ook hebben gezongen. En we mogen ook tot zegen zijn voor hen die op het zendingsveld zijn. En daarom mag ik ook deze morgen een bijzondere collecte aankondigen. We gaan zo eerst naar een filmpje kijken over de projecten van Theo en Jinke de Jong van Good News Zuid-Afrika. En van Toby en Aukje Brouwer, ook in Zuid-Afrika. We gaan eerst even naar het filmpje kijken en daarna zal ik er toch iets meer over ook vertellen. Goedemorgen beste mensen, wie ben Toby en Aukje Brouwer en wij zijn sinds 1 jaar in Zuid-Afrika. We hebben sinds 4 jaar een pen- en familieondersteunend centrum hier in Haag onder de naam Beautiful Gate. Ja, hallo mensen, wij zijn Jink en Theo de Jong en in 2011, eind 2011, zijn we naar Zuid-Afrika vertrokken. En in 2014 zijn we begonnen met Good News South Africa. En we werken in Karatra, dat is in de plattelands- en bosbouwgebieden dicht bij het plekje Nijsna in Zuid-Afrika. Van een boel mensen in Zuid-Afrika is net het coronavirus de grootste bedreiging, met het verliezen van hun baan en inkomen. Op dit moment ben er 24% van de bevolking die geen eten op hun tafel heeft. En als ik een etenkeerpje kerst, ja, dan kerst het keerpje van schippen en maandverband al helemaal vergeten. De regering van Zuid-Afrika die verwacht dat deze crisis hier echt nog net voorbij is. En waarschijnlijk zal het hoogtepunt pas in september wezen. En ja, normaal kreeg je de band altijd eten op squallen, maar dat valt nu voort. Dus ja, we zijn echt bezig om de band eten te gaan. En dat is echt een passie die we heel graag doen. Tijdens deze crisis deelt Beautiful Gate elke maand iets van 1800 tot 2000 voedselpakketten uit om kwetsbare families in de omgeving te blijven zitten. En in de maand mei hopen we 1000 famkes een Dignity pakketten aan, waar je wasbaar maandverband in zit, een stukje schippen en een waskrantje. Tieren blij dat we de mensen gaan helpen kennen. En wie helpen ze nou op dit moment met eten? We jouw de BM Maas IPAP. En in de week jouw ook ongeveer zo'n 1000 tot 1100 pan warm eten. Hier in Karatra rijden we met ons buskeroen om Elsen in een huis eten te gaan. En op oren plakken, daar meidje mensen ook eten. En daar hel je de mensen het bij die mensen thuiswijken. Je kunt je helpen door middel van gebed en financiële ondersteuning. Zo maakt je mij mekaar het verschil in de gemeenschap bij we werken. Wat een prachtig filmpje. Dat was even als je ziet wat mensen hun leven willen inzetten voor de kansarmen.
En misschien heeft u inmiddels uw app al gepakt, uw bankier-app. En ja, dan mag ik toch echt onder uw aandacht brengen dat we zijn dankbaar om Theo en Jinke en ook Toby en Aukje ook persoonlijk te kennen. En het werk wat zij doen bij u te mogen aanbevelen. Good News Zuid-Afrika, ze zijn er al, of het werk is al vanaf 2014 daar druk aan de gang. En we zien een enthousiasme van deze zendelingen onder de jongeren. Het geven van voedsel, het uitdelen, waar ze dus ook echt een bron zijn van levend water en de mensen bij Jezus willen brengen. Ook het werk van Toby en Aukje Brouwer van Stichting Beautiful Kate. Een geweldig werk wat deze mensen doen. En als je op een site ook leest, dan zie je de 5 pijlers waarin ze zeggen, ja, we willen Jezus centraal stellen. We willen het met een teamwerk, willen we het gaan doen, samen met de mensen daar. Integriteit, respect. En ook met kwaliteit. En zo mogen wij deze 2 echtparen ondersteunen. We mogen geven ook van de rijkdommen die wij hebben. En ze zo ook tot zegen zijn, opdat hun ook het werk daar kunnen voortzetten. Dan zijn we zo bijna aan het einde gekomen van deze dienst. En blijft u zich openstellen voor de bron die God wil geven. En dan wil ik u tot slot ook de zegen meegeven. Vader, ik wil u bedanken, Heere, voor dit moment. Voor dit moment, Heer, dat we bij u mogen zijn. Voor dit moment dat we u mogen aanroepen in blijdschap of in nood. Ik wil u danken, Heer, dat u elke keer opnieuw de rots wil splijten. En dat u uw zegen wil geven. En dat we nu ook de zegen van u mogen ontvangen. En dat de liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van zijn Heilige Geest met u allen mogen zijn en blijven. Glorie en dank voor de naam van Jezus. Amen. Amen. De Heere zegene u allen.
when the dark days come. En met deze muzikale klanken zijn we aan de eindkamer van deze Tjerkensinstop snijn 24 mei 2020. We willen jou tieren danken voor het zien en het harkje via televisie, social media en onze radiokanalen. Ik vanuit mij nog een keer de oproep, jouw gaven als jou derde room te vragen via kerkcollector.com om Beautiful Gate en Good News South Africa te steunen. Dat kan nog deze hele week en wij zwaaien ervoor dat de Sinten bij deze fantastische projecten terug te komen. Wil je deze Tjerkensinst nog eens een keer zien? Dat kan in de rin van de dij via uw YouTube-kanaal en ook via Facebook kan je hem nog een keer weer omzien. En van de jongen vanaf Sanoeren wordt er weer hellen op kanaal 20 via Kabel Noord. En ook op onze website rtvnof.nl kan je hem nog een keer zien. Genoeg plakken dus om het nog een keer te beleven. Wij willen jou heel graag uitnodigen om nieuwe weken weer te zien voor een nieuwe Tjerkensinst vanuit de Verbindingskerken hier uit de Westerrijn. Wij wensen je nog een hele goede en noffelijke sneenta en graag om te horen keer. Doeg!